Social Science. In de afgelopen 4 seconden heb je 21 gezichten zien langskomen, waarvan maar 5 van een vrouw waren. Nu denk je misschien, er waren gewoon niet zoveel vrouwelijke denkers of wetenschappers, maar wat blijkt, in elke tijd en op elke plek in de wereld waren er fantastische, belangrijke vrouwelijke denkers. Hoog tijd dus om deze vrouwen opnieuw te revalideren, want veel van hen zijn vergeten of moedwillig uit de geschiedenisboeken weggelaten. In mijn promotieonderzoek doe ik onderzoek naar Germaine de Staël en ik ben geïnteresseerd in haar filosofische ideeën over de menselijke natuur, moraliteit en politiek. Germaine de Staël was een flamboyante denker en persoon, in haar eigen tijd al wereldberoemd, en dan hebben we het over het eind van de 18e eeuw, begin van de 19e eeuw. Ze was met name bekend om haar boeken, om haar politieke inmengingen, om haar denken, maar ook om haar persoonlijke leven en dan met name de vete die ze had met Napoleon Bonaparte. Ze was dochter van een salonnière en in hun salons kwamen de meest belangrijke denkers uit de Europese eeuw samen. En daarnaast was ze ook dochter van de minister van Financiën onder Louis XVI ten tijde van de Franse Revolutie, waardoor ze een groot politiek bewustzijn heeft meegekregen, wat ook zich uit in haar werk. Nou, de meeste teksten zijn alleen in het Frans beschikbaar, dus ik ben Frans gaan leren om ze te kunnen bestuderen. En de teksten vind ik met name in het digitale archief van de Nationale Franse Bibliotheek. De bevindingen die ik opdoe, die bespreek ik met mijn collega's op het gebied van de Staël of haar tijdvak. En aangezien deze het meest in het buitenland wonen, kom ik ze tegen op internationale conferenties. Die gaan nu helaas niet door de coronacrisis en dat is erg jammer. Maar gelukkig kom ik nu wel thuis toe aan literatuuronderzoek en het schrijven. Germaine de Staël wordt omschreven als de moeder van het liberalisme. Vrijheid was voor haar het hoogste goed, zowel op een persoonlijk niveau als op een sociaal niveau. En liberale waarden als vrijheid van denken, van expressie en van religie staan daarin centraal. Ik heb in mijn onderzoek ontdekt dat er een bepaald mensbeeld aan ten grondslag ligt. En dat mensbeeld is enerzijds rationalistisch. De Staël is een kind van haar tijd, van de verlichting. Ze gelooft in het vooruitgangsdenken en dat we rationele wezens zijn. Maar meer dan dat zijn wij volgens de Staël ten diepste emotionele, gepassioneerde wezens. En dat houdt in dat we met name onze positieve passies van empathie en onze sociale emoties moeten cultiveren om beter moreel te kunnen handelen. Faces of Science.